Ravenswaarde is een 55-plus flat in Rotterdam-IJsselmonde. In een van de 63 appartementen woont Jopie van der Elst, een van de gangmakers in de flat. Dat zijn de mensen die met behulp van het Lief en Leedpotje van Op Zomer Mee hun best doen om bewoners zoveel mogelijk met elkaar in contact te brengen. Ze gebruiken het vooral om nieuwe bewoners welkom te heten met een bloemetje. Mensen komen hier wonen om een reden. Het is niet zo, sommige mensen willen eigenlijk helemaal niet verhuizen. Die wonen in een eensgezinswoning, zoals ik, met een mooie tuin. En ze moeten door een omstandigheid, moeten ze gelijk vloers gaan wonen door ouderdom of door invaliditeit. En eigenlijk willen ze helemaal niet. Dus als ze dan zo begroet worden door de buren, ja, dat doet de mensen wel wat. Dat merk ik, dat zie ik wel aan de mensen. Ja, van, oh, dat zie ik toch wel gezellig. En ik ga er toch maar wat leuks van maken. Dat zien we heel erg als we met dat bloemetje voor de deur staan. Hallo. Zijn jullie er klaar voor? Vandaag is er een koffie- en spelletjesmiddag in de tuinkamer die de bewoners sinds kort tot hun beschikking hebben gekregen. Mevrouw Brouwer woont nog maar net in Ravenswaarde. Ik was amper aan, want ik had nog niet eens alle spullen. En toen kwamen de dames op bezoek met een bak met kleine narcissen erin, echte blauwe druifjes. Maar dat vond ik heel leuk, ja. Ah, ziet er mooi uit. Ja, wel. Het verloop is best groot hier, want de gemiddelde leeftijd. Het is een 55 plus flat, maar de gemiddelde leeftijd is 70, 80. En dat wordt nog hoger, want we worden geacht heel lang thuis te blijven wonen. Vroeger gingen we nog naar een verzorgingshuis, maar dat is er niet meer bij. Dus de leeftijd zal hier stijgen. En ja, mensen die maken toch dankbaar gebruik van de activiteiten die hier gedaan worden. Eén melk en twee zoetjes. Er is nog een andere, bijzondere groep bewoners in de flat. De mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ook zij zijn van harte welkom bij de activiteiten die Jopie met haar buren in de tuinkamer organiseert. Frits Renzen kreeg in 2004 een motorongeluk. Hij woont nu ruim 9 jaar in Ravenswaarde. In de wereld omheen worden wij toch altijd een beetje nagewezen of anders benaderd. En hier in de flat worden gewoon als gelijkwaardige personen behandeld. En dat voelt veel beter. Ik zie eigenlijk geen verschil tussen die mensen en de andere mensen in de flat. Nee, er is me wel eens een keer, ik heb eens een keer een toespraakje gehouden bij het opzomeren. En toen werd er gezegd, je bent iets vergeten. Je bent vergeten de NH-mensen te benoemen. Ik denk, oh ja. Maar later dacht ik, nee, ik ben het niet vergeten. Het is gewoon voor mij gewoon vanzelfsprekend. Ja. Dat ze erbij horen, dat zijn gewoon net als wij mensen. Zo zien wij ze ook, denk ik. Wil je een koekje erbij? Nou, ik vind het fijn dat we dan interactie hebben tussen onze woongroep en de andere bewoners, zodat je elkaar ziet en kent van, in ieder geval van gezicht en soms ook van naam. En dan leef je minder snel langs elkaar heen, want als je elkaar dan ergens tegenkomen, dan denk je, ik zit ergens op te wachten of ik wil iets gedaan hebben, dan kan je ook anderen daarop aanspreken van, ja, help me even hier of daarmee. En ze zeggen wel eens, hè, een goede buur is beter dan een verre vriend. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. Dus ik heb al een paar dames op bezoek gehad verleden week. En ja, wel leuk. Ja, het begint te komen. Sommige buren doen boodschapjes voor elkaar. Er is ook een groepje dames die gaan bij elkaar eten.
Dat is ook eigenlijk ontstaan door het op zomer. En daar ontmoeten ze elkaar. En we zijn met z'n zes, alle zes alleen. En misschien kunnen we wel eens een keer bij elkaar eten. Nou, dat gebeurt ook. Ja. En dat zie je dan zo spontaan gebeuren. En dat is heel mooi. Nou, het was wel even gezellig zo, hè? Nou, wij hebben een drukke ploeg, hè? Ja. Ja, ik vond het hartstikke leuk, hoor. Ja, toch? Ze mag hem voor mij raken doen. Elke dag, hè? Ja. Generaties lang wonen en werken ze er al in een prachtige landelijke omgeving tussen Maassluis en Vlaardingen. Maar door de aanleg van de Blankenburgtunnel worden wonen, werken, rust en natuurschoon straks hevig verstoord. De bewoners van de Zuidbuurt en hun verhaal. Volgende week in 7 minuten.